Hi, vandaag zijn wij uitgenodigd door SV Friesland voor de halve marathon van Zoom. Nou gaan wij deze halve marathon maar niet doen. Wij gaan de 10 kilometer lopen, om precies te zijn de 10,2 kilometer. En ja, dit is zelfs al aangekondigd door Sophie Hielkema vanmorgen op 3FM. Goedemorgen. Goedemorgen. En ja, ik laat jullie even een stukje van het interview van 3FM, Nationale Radio, terug horen. Dus luister maar even gezellig mee. Maar 736 abonnees, wat voor YouTube-kanaal heb jij? Ik heb een hardloopkanaal op YouTube. Kijk eens, en het heet Rosso's Running Channel, als ik het zo goed uitspreek. Ja, dat spreek je hartstikke goed uit. En vertel er even wat over. Nou, ik neem hardloopvideo's op en ik doe een camera op het hoofd, een GoPro. Een GoPro aan de zijkant. Ja. En ik ga een heel mooi compleet verslag maken van hardloopwedstrijden die ik loop. Nou, wat te gek. En ja, ik zit even mee te kijken. Ik heb het geluid uitstaan, dus ik kan even snel op een filmpje klikken. Ten eerste is de kwaliteit super lekker, want zo'n GoPro, dat is natuurlijk echt full HD. Dat ligt er niet om. Oh, maar dit is te gek. Ik zit mee te kijken, Jan. En je ziet dus ook die velden zo aan je voorbij gaan. Je ziet iemand ook voor jou ook aan het rennen. Ja, klopt, klopt. Het voelt eigenlijk alsof je zelf bezig bent. Dus het voelt alsof ik nu een workout aan het doen ben. Dus dat is ideaal. Ja, je zou het zelfs op een loopband nog aan kunnen zetten. Ja, ik ga zo mee lopen. Ja, te gek. Wat denk je zelf dat het succes is van die video's? Want het slaat duidelijk aan. Ja, ik heb geen flauw idee, maar we hebben het in het begin hebben we erover nagedacht. En toen zagen we zo'n programma op de NPO, dat zo'n trein waar een GoPro in zat. En die trein die reed gewoon van stad naar stad en daar keken 400.000 mensen naar. Ja. En toen dachten wij, als wij gaan hardlopen, dan moeten daar toch meer mensen naar kunnen kijken. Ja, ja. Ik denk dat het heel slim is. Want het is ergens heel lekker om, als je naar iets kijkt, het gevoel te hebben dat je het zelf ook aan het doen bent. Ik denk dat dat het element is wat aanslaat. Ja, en ik heb er een beetje muziek onder. En ja, ik probeer het een beetje leuk aan te kleden. Ik heb altijd een speciaal biertje na afloop. Lekker, Jan. Ja, ik was nog op zoek naar een soort motivatie om weer eens op die loopband te stappen in de sport. Nou, dat was toch prachtig. Een klein beetje landelijke bekendheid mag ook wel. Wij gaan even richting de start. Wij gaan het startnummer ophalen. En ik zie jullie zo meteen bij de start. Yo! Wat een grote groep van professionals. You can swim in shallow waters, but it's gonna get you nowhere. And I'm way too good to waste my time on boys like you. Can you speak without a filter? Can you give me something better? I bet you do. Thank you.
take me away. If you hear what I'm saying, you know to a place. Boy, can you prove there's much more to you?
just pulled up to the house. Don't feel like it now. I'ma just lay back and crack this window.
trusted, can't be trusted with me. Curfew, we were only 17. Didn't say I love you, but
net over de 3 kilometer. Het is aardig winderig hier, maar wat een prachtig landschap hebben we hier toch. Dit is echt het Friese platteland, een beetje langs Leeuwarden. Heerlijk om te zien, zonnetje schijnt mooi. Jammer dat het 1 graad boven 0 is. Maar zoals ik altijd zeg, dat mag de pret niet drukken. Jongens, en zoals jullie ook al gehoord hebben in het fragmentje van 3FM van vanmorgen, 736 subscribers. Hopen dat het er nu jij kijkt, al meer zijn. Maar ik zal jullie nog even pochen. Ik zal jullie even adviseren. Druk nou op subscribe. Druk op abonneren. Het is geheel gratis. En ga dan eventjes richting de like button. En like deze video. En druk ook even op het belletje. Want dan zie je namelijk alle video's die ik, online zet. Zie jij en ik er voorbij komen in je notificaties. En dan heb je weer een halve of hele avond vermaak. Ligt eraan hoe hard ik ren. Nou, zo te zien, kijk maar even. Het platteland reikt nog een stukje verder. Wij gaan nu al richting de zon, geloof ik. Dus dat is nog een route te gaan. Ik zeg tot zometeen. En wij spreken elkaar bij de volgende pitstop. Misschien is het wel een waterpuntje. Woe! Tot zo! Shuffling through broken glass. Are you cut up now? None the wiser. Back in your body, but only for a moment. Now you're floating.
I still think about it when I look at your arms now. I still remember how you looked at your pain and just laughed about it. Yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up. Yeah. Now I'm truly awakened. So you wanna talk again? But it's time I do this my way. I don't wanna be a friend. Think we hit our expiration. Oh, kan ik dan weer lekker drinken, Jan? Ja, ik ga even drinken. Oh, heerlijk, want ik heb zo'n dorst. Lauw water. Lauw water, ja, doet me niet te koud. Oké. Jan, tot straks. Dat is dus de originele man, bedenker van FC Friesland. SV Friesland. Zei ik FC? Ik zit nog te veel met het voetballen in mijn hoofd. Maar ik hoorde dus van Jan Koostra dat er zo een lekker waterpasje is. Tot zo bij het waterpasje. Yo! When we came to an end, you don't get to call me up. Tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off.
Ja hoor, daar hebben we hem weer. Ons favoriete pasje, precies op de helft van de run. Met al zo heerlijke water. Oh, heerlijk, ja graag. Hartstikke bedankt. Nou, we gaan ervan genieten. Hoi. Nou, eindelijk een beetje water. Nou zie ik daar ook het... prullenbakje staan. Dus even geduld. Kunnen we hem daar mooi in deponeren. Nou, we hebben nog ongeveer, volgens mij nog ongeveer 4 kilometer te gaan. 4,5 hoor ik net. Aardige wind. Maar ik had op de eerste stuk van de route had ik de wind tegen. Nu blijk ik de wind mee te hebben. Dus jongens, wij gaan als een raket. Hoop ik. We zien het vanzelf. Lekker zonnig, lekker fris. Kan ik ook langer lopen? Heerlijk. Mooie run. Prachtige run. En weer eens een rondje. Dat is leuker dan een streepje rennen. Jongens, tot straks. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's oh so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I never just believe in what I see, cause I can feel the
Nou, we hebben de 7 kilometer alweer gered. Heerlijk. Het lijkt ook net of het nu 15 tot 18 graden is. Maar dat is door mijn eigen lichaamswarmte komen. Ik ben ook weer lekker buiten adem. Ik heb deze hele week uit voorzorg maar even niet getraind. Want ik kreeg weer aardig last van mijn linkerknie. Ik denk, laten we dit voor zijn. Want straks kan ik geen mooi loopje, geen mooie wedstrijd van het weekend opnemen. En ja, dan hebben we weer een gat in het kanaal Rosso's Running Channel. En dat moet niet. Het liefst iedere week een run. Dan zal dat niet altijd gaan lukken. Maar ik heb nu al runs staan. En dat is geloof ik tot eind mei. Ik ga sowieso nog naar Ameland. Een vuurtorentrail, vuurtorenloop Vlieland. Enschede. Een halve marathon van de Waal. We gaan volgende week naar de Safari Trail in Arnhem. Dat is om of door Burgersoe heen. Ik weet het niet precies, maar ik heb nog veel meer. En straks komen de KLM Urban Trail Series er ook aan. Te beginnen in het o zo mooie Breda. En dat is precies waar ik ambassadeur van ben geworden. Dus ik hoop ook dat die video's het heel goed gaan doen. Ik krijg een speciaal origineel shirt van ze, van de KLM Urban Trail Series. Met hun logo's erop, KLM logo, mijn logo erop. Ja, het is een machtig mooie onderneming. Nou, ik heb even weer uitgeproest. Ik zie alweer twee mensen achter mij aankomen. Zullen we die even voorblijven? Laten we dat doen. Tot straks, yo! Like it's raining on me now.
Something is changing. It feels like it's raining on me. Like a
Nou, even kijken hoor. Hoe lang wij nog mogen. Oh, wat een zware, zware run. Met die wind. Ja. Ik dacht, oh, daar straks. Ik heb de wind mee. Mijn kring is gedraaid, geloof ik. Heenwegwind tegen, terugweg. Terugwegwind tegen. Nou ja. Hij komt wel niet meer uit zijn woorden. Dus je weet hoe laat het is. Ja, het harde slijm zit hem weer vast. Hij is weer aardig afgemat door Sportvereniging Friesland. Want daar zijn ze goed in. Mensen lekker afmatten bij een wedstrijdje. Maar overblij ben ik als ik over die finish heen kom. En dat heerlijke, overgoddelijke speciaal biertje mag nuttigen. We hebben vandaag iets met een draak. Het moest mij goed warm houden bij koud weer. Heb ik gehoord. Dus ik ben hartstikke benieuwd. We gaan het zien. Het is nog een kilometertje. Ik zie de kerk alweer. Ik hoop. Ga ervan uit. Dat jullie hem ook net kunnen zien. Nou, die kerk, daar is ons startpunt. Dus ik ga hem maar eens even opzoeken. Tot bij de finish. Yo.
Yo. Dat was hem dan. De 10 kilometer van de halve marathon van Zoom. Ik ben kapot. Ik ga zo snel mogelijk naar de afsluiting. Joho! Dat was hem dan. De halve marathon van Zoom. En dan de 10 kilometer natuurlijk. Wat uiteindelijk de 9,8 kilometer bleek te zijn. Maar desalniettemin, het was een prachtige loop. Ik heb er heerlijk van genoten. Het is een mooi wijd landschap waar we doorheen gingen. Veel wind tegen, klein beetje last van de knie. Maar het mag de pret allemaal niet drukken. Eén ding wil ik eventjes tegen jullie zeggen, jongens. Vergeet het niet. Subscribe. Abonneren is helemaal gratis. Like deze video en druk even op het belletje. En ik word weer hartstikke gelukkig hiervan. Volgende week gaan wij naar de Safari Trail in Arnhem. Dit is een trail rondom Burgerzoo en misschien ook erdoorheen. Ik mag het hopen. Dit lijkt mij hartstikke leuk worden. En ja, wat ik al zei, we hebben nu al runs ingeschreven voor Ameland, Vlieland, Texel, Breda, Amsterdam, Groningen. We komen overal. We zijn echt een mannetje van de wereld geworden. Nou, jongens, ik heb berendorst. Vandaag is mij meegenomen de Gulden Draak Classic, omdat ze bang waren dat ik het wat koud zou krijgen. Nou snap ik dit wel, want dit is een pilsje van 10,5%. Dus ik denk dat ik straks gewoon gloei van de hitte. Maar ja, dan moet hij natuurlijk ook wel smaken. Zo ziet hij eruit. Het is een prachtig mooi wit flesje. En nou, ik hoop dat wij ervan zullen genieten. Wij hebben hem weer verdiend. Wij zien elkaar volgende week weer. Ja, eerst even kijken of deze smaakt. Hier word ik wel warm van. Dit is echt wel een lekker biertje. Ja, een zwaar donker biertje. Belgisch weer. Met nagisting. Dus het gisteren nog even na in het huigje. Heerlijk. Nou jongens, tot volgende week. Geniet van deze week. Geniet van het weekend. En geniet van het leven. Ik geniet nog even van de Gulden Draak. Tot in Arnhem.